Ja. Gelukkig mij, er komt straks een vliegtuig. Zo, we zijn dus in Kathmandu, in ons hotel. En als je hier op het toilet zit, hoef je op zich niks van het uitzicht te missen. We hebben zojuist ook al even gepind. Dat was nodig, want dat kan straks in de bergen niet meer. En dit is hoe dat er dan uitziet. Zo, ja, we moeten straks ook de beklimming van Island Peak betalen. Dus er zat niks anders op dan een hele tiet geld in te slaan. Eigenlijk best een aardig uitzicht hier. En zoals gezegd vliegen we dus morgen naar Lukla. Politie al. Max hier eet een broodje M&M. We hebben een ontbijtje meegekregen van het hotel. Er zit ook een ei bij, we weten niet wat voor ei, waarschijnlijk een jak-ei. Struisvogel-ei. Struisvogel-ei. Het is even wachten op het vliegtuig naar Lukla. En dat zie je nu in het filmpje. Dit is het beruchte Lukla Airport met die hele steile landingsbaan. Oh. Oké, we zijn nu in Lukla onze Tims aan het regelen, de permit. En dit is onze porter, Raj. En wow, he's gonna be with us for almost 3 weeks. It's gonna be an awesome trip. Oh ja, dat was ik vergeten te zeggen. Dit is de eerste dag van de Three Passes Trek. Die we dus gaan lopen met de klok mee. Gebruikelijk is dat je eigenlijk tegen de klok inloopt. Maar vanwege de klim die wij nog gaan doen naar Island Peak, lopen we tegen de, met de klok mee. En dan acclimatiseer je meer voordat je daar aankomt. En als het goed is zijn we nog helemaal goed geacclimatiseerd als we aan de echte klim beginnen. Wat voordelen heeft. Dus voorlopig dag 1 van Lukla en vakding. Dus we zijn aangekomen in Pakding. We hebben ingecheckt in een tea house waar we vannacht gaan slapen. Dat is 200 rupees. Dat is te betalen. We lopen als gezegd dus de Three Passes Track. En deze is ongeveer 175 kilometer lang. Met 16 kilometer aan hoogtemeters. Zegt Max. Ik heb het niet opgezocht.
16 kilometer aan hoogtemeters. Vanuit 12. Goedemorgen, de groep is weer compleet. Max is er. Raju, onze poorte, is ook wakker. We lopen vandaag van Pakding naar Namche Bazaar. Er zitten meer dan 1000 hoogtemeters in vandaag. Ook een stukje omlaag. Nou, we hebben er in ieder geval zin in. Het is lekker fris deze ochtend al. We beloven wat voor als we hoger komen. Maar ja, zoals gezegd, we hebben er zin in. Een wat warme kleren aan en een korte broek. En gaan. We zijn nu denk ik een half uurtje onderweg, gaat lekker. Kleine waterpauze hier bij Chumoa. Die man is onder indruk van Max's tatoeages, maar ja, wie niet. Ja, Chimoa. Cheers. Mooi verblijf hier. En brug 5. That's usually right. Yeah. Didn't you climb under the blob? Yeah, I did. Yeah, I think I follow you on Instagram. Aha, you do. Yeah. Recognize you with the. With the hair. You was a climber? Yeah, I'm going Island Peak. Island Peak? Oh, I was there too. Hmm? I was there the week before. Yeah. Nice. Where are you headed now? Luxa. All right. And you? Namche. Namche. Up again? Yeah. Okay, but then you are wrong way. Oh, yeah. Because it looked like this was the path going up. So where did you come from? Just down here. Okay, so then we have to go down because you are in the wrong direction and then I'm also in the wrong direction. Because we're going to the Outback Mountains. So that's what? So we are, there's our porter. Well, we just found out we were going the wrong way for a little bit and there we met, what's your name? Christine, and Christine. I also went the wrong way. All right, so it's good we met each other. She just climbed Amadablam and is heading down now. And we wish her good luck. And thank you and good luck to you. Thanks. Thank you. And have a good trip. Yeah, you too. Safe time. Hier is brug 6. 6K leg je op, want als je het eng gaat vinden, is dit waarschijnlijk de engste. En volgens ons is dit dus Hillary Bridge. Ja, hij is hoog. Ik zal er niet omheen draaien. Ligt in hoog leuk. To go this way. Namche Bazaar. Nog pak ding naar Namche Bazaar. Het is 3 uur 50 minuten zoiets. En ja, we gaan nu guesthouse zoeken. Morgen hebben we acclimatisatiedag. Dus ik ben aan de hoogte. Oké, dit is een wedstrijdje tussen Suunto en Garmin qua horloges.
Mijn horloge zegt dat het nog 100 meter omhoog is. Die van Max zegt dat het nog 150 is. Ja. Als je links klikt op het V'tje, dan stem je voor Simto. Als je rechts klikt, stem je op Garmin. Straks de uitslag. Het balkon. Ja. Beetje stompen. Ja. Dus dat is Everest, Amanda Blam. Very nice. En de Himalaya staat bekend om zijn jaks. En hier lopen we een paar. Je ziet duidelijk dat ze andere horens hebben dan bijvoorbeeld koeien. En ook wat groter. Lange haren bij een buik en bij een poten. Vast evolutionair bepaald dat wordt beter beschermd tegen kou. Maar flinke beesten. Jak. Oké, Everest komt net uit de wolken. Dit is dus echt Everest View Hotel. Saar Everest, Lotse en Amanda Blam. We deden een challenge met wie zijn horloge het beste deed. En de mijne zegt 3881. Wat zegt die van jou, Max? Ik denk dat jij gewonnen hebt. I'm not out the running back. 3813. Dat is 3880. Probleem dat je in Nederland niet tegenkomt. Je zit hier een soort vast achter een paar ezeltjes. Max, pak jij de camera eens even. Het zijn de eerste ezels. Ik voel toch altijd goed aan hem achter een ezel langs te lopen. Schoppen nooit toch? Ik heb ook al 3 dagen naast nee, zo. Dat is goed. Ja. Was jij in Nepal? Nee, not the first time. Sorry. Hier zo, daar. Het is ook een koffieshop. Straten van Namche Bazaar. Dat we vandaag maar succes mogen hebben op onze hike van Namche Bazaar naar Tamé. Eigenlijk verlaten we nu echt een beetje de bewoonde wereld. En ik heb er zin in. Jij, Max? Yes, gaat helemaal goed komen. Kijk, extra good luck. We hebben weer een nieuwe hondenvriend gemaakt. We noemen deze Richard. Nee. Ja, misschien heet hij toch anders. Max, hoe denk jij dat hij heet? Hij denkt dat het Jeffrey is. Of niet Jeffrey? Heet Jeffrey? Jeffrey. Ik kom hier voor je aaien. En daar in de verte ligt Tameo. Ik denk die daar net onder de wolken links. Wat betalen we Richard per dag? $20? Ja, dat is wel een hoop. Huh? Dan bind ik mijn rugzak straks even op. Misschien komt Richard wel uit dit dorp. Wat een mooi dorpje trouwens. Ja.
Taji? Oh, we just found out Taji lives here. He walked all the way with us from Namche Bazaar, almost. And well, have a nice day at home, Taji. All right, have a good day. Nou, we hebben dus gedag gezegd tegen Richard. Die woont hier in het dorpje Tamo. En wij gaan naar Tamé. En hier voor onze theepauze is de Dalai Lama zo te zien. We lopen net door de poort van Tamé Village, waar we vandaag gaan overnachten. Max komt daar ook aan, daar komen de locals met brandhout of zo. Het ziet eruit als echt een heel mooi dorpje. Omringd door hoge bergtoppen al. We gaan even een dorpje inlopen en een mooi guesthouse vinden. En dan zit de dag van vandaag erop. We hebben nog geen 3 uur gelopen. We zitten hier op 3800 meter, 630 meter gestegen. Valt wel mee dus. Een boeddhistisch klooster, bijna 4000 meter hoogte, boven Tamé. Ja, een mooie plek om je klooster te bouwen. Daar beneden staan een paar monniken, worden gefotografeerd. Ja, er zit ook nog een lodge. Had gekund. Hier werd ik dus vanochtend wakker met een straal zon in mijn gezicht. Er zijn ergere manieren om wakker te worden. En vandaag gaan we weer verder naar onze acclimatisatieplaats, Lunde. Van waar we dan na een dag weer doorgaan over Renjo La Paz. En dit is een typisch theehuis. Het toilet is dus niet in je kamer. Hier zit nog een toilet. Hier het traditionele toilet. Ook erg handig dat je de deur van buiten op slot kan doen, niet van binnen. Hey, good morning. How are you? Yeah, good. Okay. Another day in paradise. Good sleep? Yeah, pretty good. Yeah. And you? Good sleep. All right. Look at the beautiful place. We gaan even naar de eetzaal en dan kunnen we ontbijt bestellen voor deze ochtend. Nou, er is nog niemand, maar dit is een typische eetzaal van een tea house op de Three Passes Track. En op de Annapurna Circuit zien ze er eigenlijk ook wel een beetje zo uit. Het is alleen jammer dat er zo weinig volk is. Oké, hey, we zijn weer onderweg. Ik heb van Tamé naar Lunde. En dat wordt op vele manieren geschreven. Ik heb het net op Google Maps gevonden. De originele naam die we hadden staan, Lunde, staat niet op Google Maps, dus dan vind je ook niks. Er zijn iets van 4 guesthouses of zo. En 3 persen zag er het beste uit, dus ik hoop dat we daarheen gaan. De hike vandaag is 1,9 kilometer, 600 hoogtemeters en maar 80 naar beneden. Dus redelijk. Vlak naar boven, denk ik. We zullen zien. Kijk, om een panorama foto te maken. Ja.
als een loenen. Daar gaan we heen. Dit is inmiddels 4123 meter. En als je zo om je heen kijkt, zou je dat niet zeggen. Er staat hier nog veel meer begroeiing dan bijvoorbeeld in Europa zou staan. Maar het is toch echt zo. Je ziet hier veel van die stenen liggen op hoopjes met uitgekerfde tekens erin. En als je ziet hoe verweerd die zijn, dan moet het echt al honderden jaren oud zijn misschien wel. Er liggen af en toe ook hele nieuwe tussen, dus ze worden nog bijgewerkt. Mooi, mooi om te zien. Hier het uitzicht uit de lodge waar we net zijn aangekomen in Loende. Dit is een lodge op 4350 meter. Je kan zo op mijn mobiel zien. Geen service, geen wifi. Ik neem jullie even mee op een rondje. We zitten aan de kant die uit de wind is. Dus net iets warmer waarschijnlijk s'nachts. En ik laat jullie eerst even de toiletten zien. Dus hier hebben ze alweer de traditionele hurktoiletten. Nou, prachtig. Maar gelukkig ook een echte droom. En dan lopen we nu even door. Nou, buiten eerst. Dan kun je zien waar we vandaan zijn gekomen vandaag. En dat is... daar beneden komen we vanavond. We zitten hier dus 2 dagen. We moeten ook even acclimatiseren. Voordat we de Reno Laadpas overgaan met ruim 5.500 meter. Kijk, hangen wat skis aan de muur hier. En zo te zien zijn de... Het is Slowakije ook geweest. 4100, en dat is iets anders. Dus dit is binnen. In de lodge. Satellietschotel, dat wel. En wat kunnen we hier allemaal kopen? Cookies, Snickers, Fanta, gitaar, die ooit aan het eten bereid. Ja, dat is het. Vandaag maar bij de kachel zitten. Het is aardig koud hier, in dit tea-house. Maar het mooie, de service van dit tea-house, je krijgt hier een kruidje met warm water. Die gaat in een slaapzak. Dan kunnen we het wel uithouden in deze kamer waar het onder nul gaat worden vannacht. Dus, wat rusten. Goedemorgen in de ontbijtzaal. Dit is een German friend. What's your name actually? Robin. Robin? Yes, right. Alright. Robin, he's going over the Reno Laadpas as well today. And here we're getting some warm water. Thank you. Aardig koud vandaag. Dik onder nul. Was het vanochtend min 4 op het horloge van Max. Min 2 op mijn horloge. Mooie dag om te lopen. Goedemorgen, Raju. Goedemorgen, sir. How are you? Good. 4500. Everybody enjoying themselves? Yeah. Hooray. Well, the views are beautiful, so let's enjoy it while we're here. Yes. Los Santos, net de Loonse Drinische Duinen. Leuk met je sneeuw trouwens. Iemand heeft de vlag opgehangen. Ik weet niet wat het betekent, maar het zou ook een leuke boldertuin zijn dit. Goed, hiervoor zou ergens de Reno Laadpas moeten zijn. Daar moeten we uiteindelijk overheen. Maar het is nog wel een flinke 600 meter omhoog. Dus we mogen nog even. Ik kijk al het losse zand eens. Eigenlijk nog nooit gezien in de berg. We staan nu hoger dan Mont Blanc. En hier is gewoon nog een lekker sheltertje gebouwd voor ons. Dus, steeds op weg. Het is eigenlijk best lekker weer. Het is helemaal niet koud zo. Mijn handschoenen die houden het ook goed. Maar ik denk dat ik vanaf hier zonder handschoenen verder ga. Kijk hoe dat gaat. Maar goed, de huizen bij de hand kan ze er altijd bij pakken. Max, how are you doing? My upper legs are cramping a bit. From yesterday, since we also went up to 5,000. There's a little bit of yellow snow over there, you shouldn't eat it. Alright. Okay. Now I'm just gonna walk my own pace. Yeah.
because the tank will be going pretty fast. So this must be Renjo Lake. Yeah. It's half ice, but it's pretty cool. So which one is the pass? It must be somewhere over there. 5000 meter. En geloof mij, hier begin je de hoogte te voelen. Dus we gaan wat langzamer. En wel even genieten van het uitzicht. Ja, 5100 meter. Dit is ook de hoogte waarop volgend jaar deze camp een beetje zal liggen. Met mijn nasloop. Dus ja, ik moet nog wat slapen op deze hoogte. Dan gaan we deze trip trouwens ook nog een keertje doen. Maar vanavond slaap op 5750 meter in Gokyo. En er zijn dus een paar mooie meren, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Er is nog veel sneeuw hier, maar er is makkelijk doorheen te komen. Dus, geen zorgen. Het is een beetje een lastig stukje. Dus goed opletten waar je voeten plaatst. Het is niet duidelijk waar het pad loopt, dus dat betekent over sneeuw oversteken. En Robin gaat het nu doen. Ik zal een beetje gidsen waar de beste route ligt. Yeah, you can consider that last part climbing. It's pretty steep. Ja, het horloge zegt 53,77. We zagen net in de diepte daar Max en Raju komen. Maximum Sporten. Robin, vlak achter me. Maar het uitzicht is nu al waard. En het is best wel tricky route met al het sneeuw en ijs. Goed opletten af en toe. Maar ik denk dat we het moeilijkste stuk naar boven in ieder geval gehad hebben nu. Ik ben benieuwd hoe het naar beneden is. Renjo La Paz. Altijd was ook dit weer een moeilijke. Maar check it the fuck out. Ik ging even omhoog zetten. Dat moet Gokyo Lake zijn. Holy fuck. Look at the view. Watch out, it's super slippery here. Super slippery here. Watch out. Watch out, be careful, be careful. Super slippery. Alright, well done guys. Max ook oppassen, super glad hier. Yes. Wasn't that fun? Bokje leuk. Yeah. Gokyo Lake and Gokyo Town. Downhill is net zo mijn favoriet geweest. En nu er veel sneeuw ligt, kijk, er is al een pad uitgesleten. Maar dat is waarschijnlijk niet het originele pad. Het is gewoon waar de mensen die op het sneeuw liepen het beste vonden om te lopen. Nou ja, pech voor mij. Maar op zich loopt het wel aardig. Beter dan geheel sneeuw. Best strik hier net naar beneden lopen. Nee, dit is beter. We zijn 250 meter omlaag, denk ik. We zullen zien. Yes. Aangekomen. Gokyo Village. Het dorpje ziet er leuk uit. Leuke bergjes om ons heen. Allemaal gek zit het. Je kan die heuvel oplopen en dan heb je uitzicht over allerlei meren. En nu is eigenlijk wachten tot Max en Raju komen. De toplaatste 40 minuten achter me. Dus ik verwacht nu ook weer zoiets. Die 40 minuten had ik niet moeten wachten. Want daardoor was de downhill een stuk minder plezant. Maar goed, we hebben het overleefd. Dus. Welkom vanaf Gokyo Ri. We gaan hier naar boven, dus het moet een heel mooi uitzichtpunt zijn.
vanochtend met Robin, want Max die wou even uitslapen, zijn benen wat rust geven. Wait just a second. Robin made it to the top as well. Well done, dude. Nou, de top van GoKyogi. In 1 uur en 5 minuten, waarschijnlijk een uur als je het stukje van het guesthouse niet meetelt. Ik had niet de intentie om hier een speedrun van te maken, maar op een gegeven moment ben je onderweg. En dan wordt het toch de uitdaging. Robin zal hier zo aankomen. Ik kijk alvast even rond. En deze plek staat bekend om zijn mooie uitzicht. Even kijken of ik aan kan wijzen welke bergen we zien. Dat moet Everest zijn. Chio-Oyu. Ja, dan daarnaast Lhotse. Amo de Blanc kunnen we net niet zien. Misschien is dat Amo de Blanc. Verder vandaag gaan we over die gletsjer hiken. Waarschijnlijk dwars eroverheen, dan parallel eraan. Naar die vallei moet taknak liggen. En dan die dag daarna moeten we daar ergens de pas over. De Chola Pas. Staat bekend als de ena moeilijkste. Daarna komt nog de moeilijkste Kongla. Moet even kijken of we daar omheen lopen of niet. Goed, nu even. Goodbye GoKyo. Beautiful lakes. Zo, dit is die gletsjer waar we net overheen zijn gekomen. En daar moet dan ergens GoKyo liggen. Cool. Taknak. Heel mooi riviertje hier. En het water is best wel schoon, denk ik. De zon schijnt ook hard. Dus een mooie gelegenheid om even de was te doen. En dat doen we hier. Met die zeep erbij. Yes. So here it is, the laundry in the beautiful town of Taknak. Okay, 5:30 in the morning. We're about to go on our hike to Chola, Chocolate Pass. 5,426 meters? Something like that. Interesting. Still dark outside, or the sun's coming up, but it's super cold in here. But looking forward to it. Let's go. Er is een kortere pas die we over moeten voordat we de echte Chola pas overgaan. En zoals je ziet, hier ligt al sneeuw en ijs. Je ziet ook dat het wel smelt, maar door de wind mooie vorm aan. Hè? Ik denk dat elk moment de zon tussen die twee bergen door gaat komen. Welcome to Mount Everest 2019. Namaste. Good morning on Chola Pass. Jento en Marco zijn er ook. Goedemorgen heren. Ze doen hun best om nog een foto te maken, maar Jento is misschien al beneden. Hij ging er lekker snel. Twee uurtjes. Vanaf. Tak nog. Kijk, we kunnen zien of Max aankomt. Twee zitjes die we hebben ingehaald. Ja, daar moet je straks naar beneden. Even het gletsjer wordt tricky. Geen stijgijzers. Kijk eens wie we daar hebben. Het is Max. Dit is over. Goed gedaan. Kijk, dit is tricky. Thank you.
Okay, well done, Raju, having a speed run over the Chola Pass. Chola Pass. It's very nice, beautiful weather this morning. Yeah, very nice weather, clearly. And like you can see over here, it's definitely a glacier and not a snowfield. Yes, many mountains. Famous mountain Amadablam. Everybody made it in one piece, even without crampons, so that's good. We zijn hier in dit plaatsje met een naam. En we checkten net of we ook licht hadden in de kamer. Nee, daar heb ik helemaal niks meer. Nou ja, niet net knippen die jeugd. Dus mooi het hoofdlampje erbij houden. Nou. Dankjewel, ja. Dan zit ik dan aangekomen naar het oversteken van de Chola Pass. Hier voor ons zie je de beroemde berg Amadablam. Hiernaast Cholatse, ook best een beroemde berg. Er is een klein veranderingetje in het plan. We gaan morgen naar Dingbo Botje in plaats van de Kongma La Pass. Er schijnt heel veel sneeuw te liggen op de Kongma La Pass. Hij is eigenlijk pas net open weer. En om eigenlijk onze kansen op een succesvolle top van Island Peak te vergroten, hebben we besloten dus gewoon maar 2 dagen door te brengen in Dingbo Botje. En zo fris mogelijk aan de start te staan van Island Peak. Max aan en daar komen we vandaan. En Amadablam, daar hebben we al een tijdje uitzicht over, maar een primeur vandaag voor het eerst: Island Peak. En die gaan we klimmen over een paar dagen. Hier beneden ligt Dingbotje. Gaan we even 2 dagen rustig aan doen en dan zijn we helemaal klaar om te klimmen. Het ziet er naar uit dat de weg daar omhoog niet al te moeilijk is, dus dat komt goed uit. Baby yaks. Goedemorgen, het is 11 november en we zijn op weg naar Island Peak Base Camp. Yes. Hier is onze climbing guide. Yes. What is your name again? Nuru Sherpa. Nuru Sherpa. Yes. And here comes Max. Yes. Max. And Raju bringing our stuff to the base camp. And we're all very happy to be here. The weather is awesome. Awesome, yeah. Like, we've been told the conditions are going to be great for climbing tomorrow. Yeah. And we're super stoked to do it. Hey Max, gaat hij goed? Ja, ik was even gestopt voor het fotootje te maken. Cool. Iets zegt tegen mensen thuis. Hoi. 2 woorden lege letters. Bier halen. We zien nog net het topje van Amadablam, dat is ook een eerste keer. We hebben eigenlijk de hele week al Amadablam gezien. So who said Nepal doesn't have any beaches? See over here, Island Peak Beach. It's the tropical holiday destination of the future. There's also snow on the beach. Zo, Max en ik zijn in base camp. We zijn lekker thee te drinken hier in de dining tent. We kwamen net 2 Franse gasten tegen en die hadden dus de spullen gehuurd. En de klim geroep. En zei dat de spullen kut waren. Dus zijn we toch blij dat we onze eigen shit bij ons hebben. Absoluut. Je hoort hier buiten misschien wel de Himalaya kip. Base camp.
pyramids worden gecheckt. Daar zijn onze tenten, onze dining. Dat is Max. Oh. Ik doe wel een zwart balkje voor je gezicht. En daar gaan we morgen naar boven. En dus straks gaan we als goed is nog even oefenen met abseiltechnieken. Achje, wat je in Nederlandse klimhallen niet mag gebruiken. Practice run. One, hand, two. Yeah? Some yeah, alright. But not two hands behind the eight, then you have like extra safety. Yeah, 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 get it to one hand. Zo, even wezen pissen. Dit is onze tent. En waar we een paar uurtjes mogen slapen vannacht. En dat gaan we dan maar proberen. En als je moet pissen, dan moet je hier dus je helm opzetten. Omdat daar je hoofdlampje op zit. Laat rusten. Goedemorgen, het ijs staat op de tent. Het is tijd om wakker te worden. Heerlijk slapen eigenlijk. Ja, even kijken of wat te eten valt. Want ik denk niet dat ik waardoor ik mijn strot krijg en al helemaal geen porridge. Okay, dus dit is wat een ontbijttent eruit ziet om 12 uur 's nachts. We gaan het meemaken. Max heeft een papje en we hebben wat eitjes. En ik heb eigenlijk geen trek. Maar dat maakt niet uit. En we moeten nog 2 liter koffie opzij. Kijk, dat gaan we even doen. En we gaan lekker lopen daarna. 5,424. My watch is 5,394. This is almost the highest point we've ever been. Max having a drink. That thing is filled with vodka, right? Ja, vodka. Het gaat lekker omhoog. Nu toe is eigenlijk gewoon een pad. Wandelen gaat prima. Ik kreeg het net zoals te warm, dus hebben we altijd wel onze jas uitgetrokken. Ik heb de dikke handschoenen uitgetrokken. En going strong. Right. So, a bit of scrambling. Like we actually get to use our hands now. And it's all good fun. You can see the climbers going up there. That's where we're going. And a couple of climbers behind us. Okay, cramp on point. I got one shoe on, then remember I forgot my harness, so I put that on. Luckily you could still do it. A lot of wind here, a lot of ice, we'll be fine. Nog steeds donker. We lopen inmiddels op ijs, goed stel naar beneden. Nog steeds ijs. Dit is het punt waar we overgaan op een vasthoud. Pick rope. Get your Jumars out. Misschien kan ik een beetje laten zien hoe mijn dier op weg. Dus ik zou het nog even. Kijk, een apparaat kan maar één kant op. Team Netherlands, Team Nepal en Team Israel. Going for the summit. It's hard to see anything. Maybe some stars. But this thing is awesome. We're just before the steep part, I think. Maybe you can see it in the distance. But it's pretty early still. Hey Max, ja. Hoe gaat ie? Ja, echt super lekker. Bijna 6000 meter. Lekker stijl hier. Ja, het is een metertje of 200, maar ik heb echt het idee dat als er nog 600 zou zijn, dan zou ik ook gewoon door kunnen gaan. Mooie ijswereld hier. Bizar. Echt puur genieten dit. Ja. Yeah. Ik voel mijn vingertoppen niet, maar dat zijn details. Wat moet je nou met vingertoppen hier? Uitzicht naar de sterren. Yes. Wat doe je ervoor? Ja? Ga gewoon over het ijs. Goed, ik heb veel grip.
the next line. Yeah, I just finished third line. Ooh, how's it going? Alright. About 30 minutes to the summit. Life completely in the dark. It's the first time we actually use this equipment. And yeah, it's just a safety feature really. If you really have to climb yourself anyway. Because you're not supposed to like pull on the rope. But yeah, it's cool. Like we're a bit early. But good time. You see? Windy. Good pace. You good can see, good, you can good see the guys over there changing ropes. We'll be doing that after them. Opzeilen en lekker en dat valt ook niet mee. Daar kunnen we de volgende groep aan, zijn we lekker voor geweest. Het waait stevig op de top. Niet een trekking peak door of te noemen die. Nee, dit is not a trekking peak. Maar het is een fun peak.
lekker zit knippen, zitten jullie in de video. Het is een aanslag. Maar jullie hebben het gered. Yes. Ook al was het in het donker. Het waait echt konjo hard. Ja. Ja. En ik ben de binnenkant van één handschoen kwijt, dus die 80 euro heb ik ook extra betaald. Volgens mij heb ik mijn schenen openleggen. Ja. Ergens ook een keer met een stap van een stuk ijs afvangen voor me. Het is behoorlijk hier. I think the guy wants to go. Ja. Ja. Succes. Ja, enjoy. Hey. Ik weet niet of ik jullie nog zie vandaag, of jullie een... Ik weet het ook niet. En anders zit het dan bordje denk ik. Dus wij wouden wel op dat Ja, is goed. Ja, dat zie je wel. Of een handje Yes, nou als jullie het halen, stuur even een appje als je... Ja, goed. Hebben jullie shit. Snow bridge. They're squeaking. Zeur ik, hè? Hallo mensen thuis. Zeur een hoop. Zeur dat Max gaat vrijgeist te door hebben. We are on the way down. Battery is good as empty, yeah. But it's been a hell of a climb. It was good. Yeah. Was net vooruit gelopen op de weg naar beneden en ben ik pad kwijt geraakt, dus ben ik hier maar recht naar beneden gekomen. Zo te merken ben ik iets zuidelijk van Basecamp uitgekomen. Dus ik heb geen pad hier, maar ik weet wel dat ik goed zit, want daar ligt dat IJsmeer. Dus. The Chinese name. Tomelu? Yeah, I think while we're slept. Ik denk, ja, ik heb twee mooie bergen mee beklommen. Ik heb ons daar gehad dat ik spierpijn had ofzo, maar helemaal niks. We zijn vandaag onderweg van Dingboche naar Tengboche. Na een succesvolle beklimming van de Island Peak. En alles heel blij. En nu zijn we gewoon relaxed naar beneden hiken naar Lukla. Maar we hebben nog een paar dagen. Straks even kijken bij het klooster van Tengboche. Gezellig hier.
tijd uit. Moet je take a picture. Lampjes. Hey Raju, what happened? Oh. What's going on? Like the power went off, right? Wedding, drinking kukri. Everybody. Yes. drinking to the power cut. Oh, sorry. Oh, man. Yeah. Cheers, my friends. Dit is Frits, de kat. Die heeft Max gisteren gered. En deze ochtend vliegen we terug naar Kathmandu. Yes. Erg vroeg. Gisteren hadden we een fles rum. Duidelijk? Nee. Oeh, French toast. We hebben een ander hotel gevonden in Kathmandu. Goedkoper en mooier. En betere kerstmuziek. Kijk maar naar Max, die swingt helemaal zijn kerstman pak uit. Uit de Pemontitaanbo. Ah, ja. Dit, hier kan ik wel aan wennen, denk ik. Namaste. Namaste. We're to pick up the laundry. Power? You have a power out? Power, yeah, power going. Oh, yeah. Do it again.